for 3 years and a half. Basketball Academy Limburg signed a cooperation with the Red Star from Belgrade, and Red Star Belgrade offered me like coach to come here to develop kids in this academy and also coaches, and cooperation started like that. And now this is my fourth year here. We make, I think, huge steps in develop young kids. I hope we will find a way how to develop more in future. What is goal? That is that we make in 4 or 5 years some talent to be ready to go to MBA. From normally that is first step to Division I college, and after that we want to see that our player from college sign for MBA. But that is a long-term process. Also here that our players can play more in Europe, not only in Holland, but also that with working with our players, we make strongest competition in Dutch, that we prepare more players ready for DBL. Wij kijken nooit naar een training en gaan bij elkaar staan en zeggen dan misschien moet dat een beetje beter, en daar gaan we dan na de training over ahoeren. We ahoeren daar op de training over, dus dan is het stop en dan corrigeren we een situatie en dan laten we ze die situatie misschien nog een keer zien. Daarmee, dat is directe feedback, en ik denk dat wij in Nederland best wel wat, ik heb het bij mezelf gemerkt, best wel wat moeite hebben met directe feedback. Dus als dat bij mij zo is, dan zal het bij de boys ongetwijfeld niet anders zijn. Maar daar moeten ze aan wennen, daar moeten ze mee omgaan. Als je coaches in de Euroleague ziet coachen, het mooiste voorbeeld op Radovic, als je die ziet coachen en die staat langs de kant, die gaat tekeer tegen professionele spelers. En uiteindelijk is dat het niveau waar onze jongens naartoe moeten groeien. Dus zullen ze ook met directe feedback om moeten gaan. When I came in Holland, a lot of players asked me, coach, when I go through this screen, what I need to do? I cannot tell that. We must educate player in a lot of directions in his technical develop, in his technical picture, that when he run through some screen, on play ball screen, never mind what happened on court, also in defense, not only in offense, that he can make right reaction on right moment. Maar ik denk dat passie en gedrevenheid en daarin ook misschien uiterste vragen van kinderen, ik denk dat dat heel, heel belangrijk is, omdat je dat ook van jezelf vraagt. Je vraagt van jezelf een 70-urige, 80-urige werkweek soms. En op het einde van die werkweek dan denk je, kan ik dit nog een week aan? En op maandagochtend ja, ben je weer daar en dan ga je weer het gevecht aan, weet je wel. Dat is het idee, het gevecht met jezelf aangaan. En soms het gevecht met de kids, en de kids gaan het gevecht met jou aan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Players need to have enough number of practicing during the week, and with professional coaches, they need to work on their physical develop and also on technical develop. And for that, they need coaches who will spend time with them before school and after school. We are also here for professionals, or five professionals, that we are all day with them. All around the world, most of the players stop playing basketball on serious level, stop playing basketball after 18 years old, because they find out they are not good enough. Also, they don't have chance to show themselves in first league, in DBL. In Holland, is that only DBL? That is biggest problem. I think we have a lot of problems, but one of the problems is that when kids make 18, we don't have serious league below DBL, and there is only 9 teams. Promotia division, first division, in first division we practice 8 times per week, but all others is 2 to 3 times per week. And on that way you cannot prepare player to DBL. That is big difference. For example, in my country, second division and third division, there are a lot of young kids playing, they practice hard, we have stats in that divisions, they practice 8 to 10 times per week, and when I scout lower division, I can find player for my division, for my team in first division. But here, this is really difficult. Je moet voorstellen dat basketbal is een zeer motorische sport. Heel veel basismotorische vaardigheden moet je hebben om te kunnen, spelen überhaupt. En in die hoedanigheid zien we dat zeker terug. Dus dat spelers makkelijker leren springen, sneller op de voeten zijn, zich makkelijker op kunnen vangen,
reactievermogen, richting verandering. Dat soort dingen merken dat ze beter wordt omdat ze meer weten hoe hun lichaam in elkaar zit. Als je op toernooien speelt, bijvoorbeeld tegen clubs uit de Balkan, maar dat kan zijn ook uit Spanje, dat kan zijn uit Italië, die spelen met zoveel passie en een loose ball is voor hun geen loose ball. 50-50 bal die bestaat helemaal niet in die landen. Dat is gewoon mijn bal en daar ga ik op liggen en daar ga ik voor doen. En ik denk dat je ook wel zo'n mentaliteit moet hebben als coach. En ik denk wel dat daar ook de volgende generatie topcoaches uit kan komen. Uit de kinderen die dat al hebben. Als je dat zelf hebt, kun je dat overbrengen op kinderen. Daar ben ik echt van overtuigd. Aan ons talent ligt het niet. We hebben echt talent genoeg. Alleen kunnen we het uitdragen en kunnen we mensen meenemen die nog nooit een basketbalwedstrijd hebben gezien naar een wedstrijd waarin kinderen van 15, 16 jaar met elkaar over de vloer gaan en rollen en vechten. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat kunnen laten zien. En dat is een beetje on-Nederlands, want wij zijn natuurlijk heel erg van het doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En soms moeten we misschien wel minder normaal doen.